Het is gewaagd van Temming. Hij is waagstraf. Een groot moment voor deze man. En voor Fred Grim. Laatste wedstrijd. Want bij een strafschop kan je als keeper niks verkeerd doen. Wie wordt de held? In ieder geval van de 76e minuut van deze Amsterdam Cup finale. Igor Gluzovic namens FC Utrecht of Fred Grim namens Ajax. Het is Igor Gluzovic omdat hij perfect was. En Grim zat goed in de hoek. Maar ja, als je een penalty zo neemt, vlak achter de paal, zo'n beetje tegen dat zij net neerligt, dan kun je er als keeper zo goed of nooit bij. Dat weten keepers die tegen Pierre van Hooijdonk penalties tegen krijgen. En Grim nu ook. En Adelaar en Boy vinden elkaar weer. En wederom, als een standbeeld. Van der Meij. En Boskaerts die verdedigt. Corner voor Ajax. De Jong. Zweven. Achter Hermans vandaan. Is daar de 2-0. Daar is de 2-0 van Gluzovic. Toch gewoon naar werken. Opnieuw een voorzet van Kuijts. Gluzovic wordt helemaal niet verdedigd. Hij kopt de gelijkmaker binnen. 1-1. En omdat Utrecht wil winnen, krijgt Willem 2 voor toe. Laten we zien. Kuijts. Richting Gluzovic, aardige bal. Lodewijk doet mee, denk je dan. En Lodewijk doet niet mee. En zo uit het niets staat het alweer gelijk. Na 11 minuten. De gelijkmaker. Ja, een prachtig assist, maar wat een ruimte centraal bij Feyenoord. Zo de bal maar tussen twee centrale verdedigers. Lodewijk Schrijver, aanname is niet eens perfect. Kluzovic, achteraf gezien wel, maar je ziet hij springt even weg van zijn rechterbeen. Nou, geen tijd meer om te herstellen. Wat een ruimte voor aanname en het ook nog in te tikken. Het is in de tweede minuut van de wedstrijd als Gluzovic FC Utrecht op 1-0 zet. Na een misser van Luipers. 1-0 voor de FC Utrecht. Niet lang daarna wordt Gluzovic gevloerd door Addo. Dat is een penalty voor FC Utrecht en die gaat worden genomen door Dirk Kuijt. Kuijt kan het heel goed, mist ook dit keer niet. Het is zijn 17e van Dave van den Berg. Gaat zo om zijn tegenstander heen, behoudt het overzicht en daar is Gluzovic opnieuw met een doelpunt. 3-1, een marge van 2 doelpunten bij rust eigenlijk. Suatson en Kuijts. Voetbal goed als mist. Tanga en Vouwen. Vouwen is gezien, Tanga. Kuijts gaat naar buiten. Gluzovic in het midden, helemaal vrij. Dit zou toch 2-0 moeten zijn. Igor Gluzovic scoort 2-0 in de 49e minuut. De spits die nog geen club heeft, scoort toch zijn derde Amsterdam Cup finale goal in twee wedstrijden. En Pauwe is het, die zit dit mag aantrekken omdat hij het duel in de buurt van de middenlijn verspeelde. Hier met Tanga, die toch ook niet bekend staat als een speler die er met vol fysiek geweld ingaat. Kuijts goed naar buiten, Lovens moet dan. Richting de man met de bal is dus Tanga en daardoor laat hij Gluzovic vrij. En door de benen van Lodewijks is het dus 2-0. Hooijdonk zal het gelukkig tegen de scheen mee krijgen. De Jong, Gluzovic, Tanga, Kleven gaat. Kuijts, Kleven is doorgelopen.
geven. Legt neer op Bosgraaf. Bosgraaf naar Doezewiek. Steen bij het spel. 3-0. En nu klagen spelers van Feyenoord de plan dichter. Waar Igor Doezewiek zijn tweede van deze finale maakt. Buitenspel van Doezewiek, dat is de vraag. Nee, denk ik ook niet. Omdat de Nooijer dat net. Arco Jochemsen komt voor hem in de plaats. Vorig jaar maakte hij in de Amsterdam finale 2 goals. Dat was toen niet genoeg. Nu staat hij ook op 2. De project.